De ijzers konden gisteren en vandaag weer uit het vet gehaald worden. In sportcentrum Kardingen organiseren zeven studenten van de schaatsvereniging CHAS... een stempeltoertocht voor de stichting skate for air Dat is een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar TAI-slijmziekten die je luchtwegen ernstig aantast. skate for air is een stichting die zet zich al jarenlang inzet voor onderzoek naar Thijs-slijmziekten. Dat doen we door middel van deelname aan de alternatief Elfstedentocht. Onder andere, ik ga ook meedoen aan de Alternatieve Elfstedentocht. En wat de afspraak is, is als je meedoet, dan zorg je voor sponsorgeld. Voor 5 euro konden kinderen en volwassenen met behulp van een stempelkaart bijhouden hoeveel rondjes ze hadden gereden. Er is geen leeftijdsgrens. Als je kunt schaatsen of als je een hand nodig hebt, dan ben je al geschikt om mee te doen. De kinderen die kunnen om het rondje een stempel halen. Uh, de volwassenen kunnen dat onder vijf rondjes. Dus het is ook voor iedereen een uh, mooie uitdaging om uh, lekker de kerstkilo's eraf uh, te zweten. De organisatie is erg blij dat de actie plaatsvindt in de vakantie. Want ze konden zoveel mogelijk kinderen en volwassenen rondjes schaatsen op de 400 meter baan. Hoeveel deelnemers doen er mee vandaag? Oh, dat is moeilijk te zeggen. We zijn, uh, we zijn nog maar net begonnen. Uh, dus uh, we zullen na nou vanavond de stand opmaken. Maar uh, ja, als ik uh, zo een beetje om me heen kijk... Dan, uh zie ik al heel veel mensen met een stempelkaart om, dus het gaat de goede kant op. De alternatieve tocht wordt op 29 januari verreden. Voor die tijd moeten de studenten minimaal 10.000 euro aan sponsorgeld binnenhalen.